Barendrecht in het wit tegen TEC uit Tiel. Dat vorig seizoen met 5-0 op de broek kreeg in Barendrecht. Maar Barendrecht heeft dit seizoen nog geen thuiswedstrijd gewonnen. De twee overwinningen boekten ze op vreemde bodem. Maar hier is de voorsprong via Joey Jongman. Na de assist van Navaja Sanchez. Oranje. Die speelt David voor het gemak. Salem geeft mee aan Marlon Oranje. En die geeft Oranje voor de tweede keer het nakijken. Het is 2-0 voor Barendrecht. Nog in de eerste helft op het scheiden van de markt. Marlon Oranje. Nou heeft Barendrecht dit seizoen al twee keer een voorsprong van twee doelpunten weggegeven. Dus je zou zeggen, er is voor TSC niet per se een man overboord. Maar vlak na rust wordt het 3-0. Esaias de doelpuntenmaker. Het is zijn derde van het seizoen. En hij beslist de wedstrijd. Barendrecht gaat een thuisoverwinning boeken. Zo lijkt het. Want TEC is nog niet verslagen. Zeker niet als Barendrecht zo ongelooflijk slecht loopt te verdedigen als het hier gebeurt. Vink profiteert van geknoei van Jeffrey Aerts. En dan is het na 58 minuten 3-1 en gelooft TEC ineens in een wederopstanding. En Gerry Vink ook. Kort voor tijd. Vierek met de vrije schop voor TEC. Machiavalla bepaalt met deze kopbal de eindstand op 3-2. TEC kwam niet dichterbij en heeft nog steeds niet gewonnen.